De Grand Canyon is 445 kilometer lang, 1600 meter diep en op sommige plaatsen 29 kilometer breed. De Grand Canyon ligt in het zuidwesten van Amerika, in de staat Arizona, en beslaat een oppervlakte van 5000 vierkante kilometer. Grand Canyon werd in 1919 een nationaal park. In en rond het gebied liggen natuurmonumenten, boomreservaten, indianenreservaten en recreatiegebieden. De Grand Canyon is als het ware een stenen wildernis waar een groot gedeelte van een oeroud verleden is blootgelegd. Aangenomen wordt dat de Colorado-rivier de bodem door de miljoenen jaren heen heeft uitgesleten tot canyon. De twee randen van de canyon, de Noord- en de Zuidhelling, vormen een enorme biologische scheidslijn. De rand aan de overkant lijkt altijd dichterbij dan die in werkelijkheid is. Doorgaans is de afstand hemelsbreed 16 kilometer. Maar even naar de overkant wippen betekent ook even 300 kilometer reizen. Het muildierhert heeft zich tot nu toe goed staande weten te houden in de gebieden van de Grand Canyon. Het is een algemeen voorkomende soort die een beetje geïnteresseerden niet gauw over het hoofd ziet. Volgens geologen is Bryce Canyon een jong landschap van hoogstens 100 miljoen jaar oud. In al die jaren voltrokken zich de geologische processen. Het gebied waarin Bryce Canyon ligt was afwisselend zee, kust, bodem van een groot meer en dan opnieuw een kustgebied. Al die elkaar opvolgende stadia gaven Bryce Canyon zijn huidige aanzicht. Bryce Canyon ligt ongeveer 250 kilometer ten noorden van de Grand Canyon in de staat Utah. In het land van de opvallende rode rotsformaties is ook Bryce Canyon een hoogtepunt voor de bezoekers. Het park kent ook verschillende leefgebieden afhankelijk van hoogte en weer. Hier vliegt de Mountain Bluebird bijvoorbeeld rond. En hier leven de verschillende eekhoornsoorten, zoals de chipmunk en de golden mantle.